Dames en heren, goedemiddag. Na de opening gisteren, de eerste dag van de 22e Olympische Zomerspelen in Moskou. Vandaag dan de tweede dag en tevens de eerste wedstrijddag van die Spelen. Wat kunt u in dat uur Olympisch sportwerk hier bij ons in Studio Sport verwachten? Kijkt u even met me mee. Zwemmen, de series, 200 meter vlinderslag voor heren. We blijven bij de heren met het wielrennen en dan gaat het om de 100 kilometer ploegentijdrit. De heren zijn ook aan bod in het turnen met hun verplichte oefening. En zwemmen, daarin krijgt u te zien halve finales en finales. Er wordt gesproken over gedevalueerde spelen in Moskou. Dat is voor sommige sportonderdelen waar, voor andere daarentegen weer niet. Het zwemmen is zo'n onderdeel dat gedevalueerd is. Denk maar aan de afwezigheid van bekende zwemnaties als de Verenigde Staten van Amerika en Canada. Dat neemt natuurlijk niet weg dat om de suprematie gestreden wordt nu door de Sovjet-Unie en de DDR, Oost-Duitsland dus. Vanmorgen werden al series gezwommen waarin Nederlanders deelnamen, onder andere de 100 meter rugslag voor heren. Daarin bereikte in zijn serie Fred Efting een derde plaats met een tijd van 58,59 honderdste van een seconde. Dat bracht hem met een 13e totaaltijd in de halve finales. Van die series van Efting hebben we geen beelden. We komen later op die halve finales met daarin Efting uiteraard uitgebreid terug. We gaan nu kijken naar de series 200 meter vlinderslag. Commentaar vanuit Moskou krijgt u van onze zwemcommentator Rob Kerkhoven. Nederlander Kees Vervoren in baan 5 met naast zich in baan 4 de oud-Europese recordhouder Duitse Roosje Pietel.